En wat mocht je nou een medaille krijgen, brandweermedaille en eentje van openbare orde en veiligheid, dan is degene die het meest belangrijk is, en dat is natuurlijk altijd een eentje van het koninklijk, van het koningshuis, die draag je dan het dichtst bij het hart. Dankjewel. Dan heb ik daar zo geen naam bij, die Pim zegt, die heeft straks een leesje gegeven van de naam. Ja. Ja. De meeste mensen hebben geen schoorsteenmantel meer, maar dan zoek je maar een andere hele mooie plek voor. En dat is namens Brandweer Twente. Bedankt voor je inzet. Een beeldje. Dit was een kaars, hè? En we gaan een mooie tijd weer tegemoet, hè, met kerst. En, hier komt geen water uit, maar hier krijg je wel licht van de taal. Ik hoop dat het nog mee gaat. En vlakbij nog een eentje. Koninklijk gewaardeerd. En het is aan mij om u allen te laten weten dat het zijne majesteit koning Willem-Alexander heeft behagen om jou, ook Alexander, Alexander Jeroen Roert, te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Ik wil u graag van harte mee feliciteren. Van de avond hoor, die nu wordt over het schappetje van Alexander. Ja, dat is oké. Goed dus? Hij zit voorzichtig beweer. Die jassen zijn te dik, hè, van de brandweer. Sorry. Nee, gaat zo. Lukt het zo? Ja, zo lukt het. Okay, die bloemen iets meer, iets die kan er nog. Dankjewel. Dankjewel. Dus goed, gewoon door. Ja. Dat ga je goed. Toch, weet je, toch zwaar. Iedereen bedankt.